je al gestemd. Dan mag u even heen en weer draven en als u terugkomt een ronde. Draven. Ja, doet u nou een ronde? Ja, hoe is het met jou? Wij hebben een heel leuk mandje met allerlei artikels uit de Pyreneeën en dat wordt straks per opbod verkocht. 30 euro hier aan mijn linkerhand van deze mevrouw. 30 euro voor dit schitterende mandje. Wie wil er nog graag bieden? U kunt zo uw hand opsteken en een bod doen. Nou, is er nog iemand die graag wil bieden op dit schitterende luxe mandje met lekkernijen? Eenmaal, andermaal, dan is hij nu verkocht voor 35 euro aan die manier. Hartelijk thank you.
Ja, ja. Thank you.
staan hier uitgekozen als beste Reu en beste Dave. Twee knappe honden die een mooie ooguitdrukking hebben, niet te veel stop, niet te weinig stop, mooi verloopt in de schedel. U heeft ze zojuist zien lopen, dat heeft voor mij de finishing touch gebracht. En ik heb vandaag gekozen om beste van het ras te maken, de hond die in het gangwerk de meeste elegantie met zich meegroeit met de teken. Ik vond het een gezellige dag met een heel aantrekkelijk aantal inschrijvingen binnen een ras waar je niet zo heel veel nesten hebt en wat niet zo ontzettende grote populariteit heeft dat je heel veel nesten per jaar moet hebben. Men moet natuurlijk het binnen het gemelde aantal honden moet men proberen om een verbetering binnen het ras te krijgen. Natuurlijk heb je dan in zo'n populatie een diversiteit. We streven natuurlijk allemaal met eigen inzichten naar datgene wat de standaard verlangt. Dat is niet alleen type, dat is ook anatomie en vooral ook gangwerk. Want wij gaan natuurlijk werken met werkhonden die hun karakter nooit mogen verliezen. Ook niet onder invloed van eventuele schoonheidsvormen. Om het juiste type hoofd eruit te halen wat niet te Bernachthondachtig mag zijn. Wat niet te Newfoundlanderachtig mag zijn of te Leonbergerachtig. Kom je tot een basis waarin je een smallere populatie hebt met de juiste gezichten. Zoals de standaard dat vraagt. En dan zeker met de juiste expressie. Wat mij opgevallen is dat niet alle honden de juiste lengte in de voorsnuit hebben ten opzichte van de schedel. Niet alle honden hebben de juiste de oorplaatsing. Maar wel hebben ze bijna allemaal mooie kleine driehoekig gevormde oren die niet te groot geworden zijn. Natuurlijk heb je soms hele mooie honden waarvan je dan toch eigenlijk die zoete expressie er nog wel bij wilt hebben. Dat is natuurlijk een finesse detail, maar waar je ook op moet letten. Wat ook van groot belang is, de vorm van de voorhand. Het is een berghond, dus die moet niet een mastig voorhand hebben. Toch wil je dat die voorbenen recht staan en niet uitdraaien door een te smal lichaam. Ze mogen ook niet plomp overkomen. Natuurlijk is de rug van groot belang voor het overbrengen uit de achterhand in de beweging. Dus in de achterhand, daar stel je je eisen in. En wat al die berghonden vaak hebben, is dat je accepteert voor een mooi hoofd een wat minder gehoekte achterhand, die dan uiteindelijk niet zo heel erg mooi gaat. En om daar een beetje het midden in te vinden, blijft toch de uitdaging van de dag. Honing, katten, snoepjes uit Koteren. Nou. Je had het zelf verkocht uit Mooi, heerlijk.